Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Parlement geeft goedkeuring aan staatsbegroting 2022. Geen meldingen van apenpokken in Suriname. Sashari Segelaar, eerste Surinaamse arbiter op WK-eindronde. Sociaal vangnet moet zwakkeren door moeilijke economische periode loodsen. Districtscommissariaat Paramaribo Noordoost maakt zich op voor CARICOM staatshoofdenvergadering. Het parlement heeft in de vroege ochtend van vrijdag 20 mei goedkeuring gegeven aan de staatsbegroting 2022. Na dagen van debat is de wet staatsbegroting 2022 met 30 stemmen voor en 15 tegen aangenomen. President Chandrika Prasad Santokhi sprak zijn dank uit aan het college. Volgens het staatshoofd heeft de regering geluisterd naar de kritieken van zowel de oppositie als coalitie. De president herinnerde eraan dat het beleid is gestart met een urgentiefase, gevolgd door een stabilisatiefase. Thans wordt gewerkt naar de groeifase. Artikel 1, woord of stemming. Artikel 2, woord of stemming. Considerans en intitulé, woord of stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewezen. Wie is voor? Dertig voor. Wie is tegen? Vijftien tegen, dat betekent dat deze staatsbegroting, wet staatsbegroting, is aangenomen met 30 stemmen voor en 15 tegen. President, vicepresident, de regering, gefeliciteerd. Een zware bevalling, maar echt vlot gaande. We zijn ieder dankbaar voor hun bijdrage, inzet, de deskundigen met wie we uren samen hebben gewerkt, maar de goede coöperatie tussen partijen. We bedanken u en feliciteer Suriname met deze nieuwe wet staatsbegroting 2022. Goed. Dank u wel, meneer voorzitter. We zijn gekomen aan het eind van de begrotingsbehandeling 2022. En natuurlijk hebben we als regering de debatten gevolgd, de inzichten vernomen, de vragen beantwoord. Maar we hebben met name gekeken, meneer de voorzitter, naar de kritische houding van uw parlement. Zowel van de coalitie, geen verlengstuk van de regering. En ook de oppositie. We hebben geluisterd naar hun kritieken. Dit is wat we nodig hebben, meneer voorzitter. En als we dit parlement afgelopen jaren met zo'n kritische houding zouden hebben, dan zouden we vandaag niet in deze crisis zitten, meneer voorzitter. Als we deze kritische houding zouden hebben, waarbij de regering constant ter verantwoording geroepen is en geroepen is geworden, meneer de voorzitter, dan zouden wij geen crisis nu hebben. Dan zou die regering niet die ruimte gehad hebben om ongebreide te gaan lenen tegen hele hoge rente. Als we deze kritische houding hadden, meneer de voorzitter, dan zouden we vandaag als land verder kunnen gaan met onze ontwikkeling. Maar door nalatigheid van delen van het parlement hebben we een setback gekregen. We zijn teruggeplaatst in de historie, meneer de voorzitter. En nu moeten we weder opbouwen. En we zijn blij dat die kritische houding er is. Maar laten wij ook lering trekken van wat er gebeurd is afgelopen jaren. Ik hoor het verhaal, we moeten niet terugkijken. Nee,
We moeten terugkijken om daaruit lering te trekken. Om die fouten die gemaakt zijn, nooit meer te maken. De voorzitter, ben blij. En ik roep uw geacht college om door te gaan. Om ons die ondersteuning te geven. Die kritische houding. Natuurlijk nemen we alle kritieken, de aanbevelingen, maar ook de inzichten mee als regering. En morgen hebben we een regeringsraadvergadering. En gaan ook evalueren de boodschap die we gehad hebben. Maar de belangrijkste boodschap die wij meenemen als regering. Ja, regering. Je had het heel moeilijk. Je had een urgentiefase uitgestippeld. Je bent eruit. En nu gaan we naar die stabilisatiefase. Waar we die ondersteuning krijgen. En dan naar die groeifase. En dat is wat we gaan doen. Op 25 mei aanstaande gaan we de eerste verantwoordelijk afleggen aan het Surinaams volk. Met onze achievement, met onze inspanning, met onze resultaten. En dat gaan we elk jaar blijven doen. Tot en met 25 mei 2025. Waar we dan het volk gaan laten zien. We zijn moeilijk gestart. De verwachtingen waren hoog in het begin. Maar finally hebben we toch datgene aan u gegeven waarop u recht had, waarop u gerekend had. Meneer voorzitter, dat is de wijze waarop we werken. Ik ga het parlement bedanken voor de ondersteuning. Ik ga het parlement bedanken voor de goedkeuring van de begroting. Voorzitter, graag college, u ook gefeliciteerd. Vicepresident en leden van de regeringsraad, u allen ook gefeliciteerd. De deskundigen die hier zijn wil ik bedanken. Voorzitter, de deskundigen van uw college, maar ook de deskundigen van de regering. Voor de ondersteuning die zij gegeven hebben. En uiteraard de kijkers en luisteraars thuis wil ik ook bedanken. Voor het willen volgen van ons beleid. Voor het willen volgen van onze resultaten. Delen van de wereld worden momenteel geconfronteerd met besmettingen van apenpokken. Nagevallen in onder meer de Verenigde Staten, Spanje en Groot-Brittannië hebben zich ook besmettingen voorgedaan in Frankrijk, België, Duitsland en Australië. Rakesh Gayadar Sukul, directeur Volksgezondheid, geeft desgevraagd aan dat er in Suriname geen meldingen, Casico rapportage van besmettingen zijn ontvangen. Inderdaad zijn er berichten van apenpokken in delen van de wereld. En in Suriname hebben artsen nog geen rapportage daarvan gemaakt. Ook bij het BOG hebben de verantwoordelijken geen rapportages binnengekregen. We blijven alert, we blijven de plaatsen vragen die ons moeten rapporteren van gevallen met huiduitslag en alle andere verschijnselen en we moeten ervoor zorgen dat we geen explosieve uitbraak krijgen van iets nieuws. We moeten ervoor zorgen dat we geen explosieve uitbraak krijgen van iets nieuws. Ik hou dat vast, directeur. Maar u bent behalve directeur ook medicus, arts van beroep. Hoe erg kan het zijn met apenpokken, deze ziekte? Ja, ik alvast, het is lastig om tegelijkertijd veel mensen ziek te hebben, wat uit de praktijk weten we dat, deze soort virale ontstekingen, meestal ja, is een virale ontsteking, of is een virale infectie, dat deze infecties gepaard gaan met huiduitslag en wat makkelijk verspreidbare, als het ware, methoden. Als je in contact komt met mensen. Dus dan moet je rekening houden dat wanneer je als arts de patiënten ziet, dat je weet hoe je je preventieve handelingen moet plegen, hoe je je preventieve inrichting moet plegen en welke adviezen je ook mee moet geven. Maar ook de samenleving die zal ook goed ingelicht moeten worden. En want als je kan begrijpen van als iedereen tegelijkertijd ziek is, dan heb je ook een probleem in het land. We hebben in principe in het verleden gehad van uitbraakjes en het verschilt uiteraard van hey, wat voor soort virale infectie het is. Ik moet nog even me verdiepen in de mate van immuniteit die er al heerst. Dat ga ik met de deskundigen even nagaan en we moeten dan op basis daarvan voorbereidingen treffen.
Sashari Segelaar wordt de eerste Surinaamse arbiter ooit op een WK-eindtoernooi. De SVB-referee is door de Wereldvoetbalbond FIFA geselecteerd voor het wereldkampioenschap later dit jaar in Qatar. Hij zal op het eindtoernooi fungeren als assistent-arbiter. Segelaar schrijft hiermee dus geschiedenis. Reden genoeg voor de communicatiedienst Suriname om een gesprek te hebben met de leidsman. Hier shooten, voelt je lekker. Iets dat nog nooit is gebeurd. Maar al was het ook al gebeurd, zou ik me even gelukkig voelen. Is dat wat toch? Je kan het niet omschrijven. Ik kwam woorden tekort toen ik dat bericht kreeg. Is dat toch? Je werd emotioneel. Ik werd emotioneel. Maar uiteindelijk denk je hard weer. Peace off. Mijn telefoon was rood gloeiend gisteren. Zelfs op mijn jaardag word ik niet zoveel gefeliciteerd. Maar het is te begrijpen omdat het iets uniek is gebeurd voor het eerst in Suriname. Dat een Suriname uiteindelijk daar kan staan op het wereldkampioenschap voetbal. Oké, met dit allemaal was ik begonnen in 2019. Ik was geselecteerd voor de Gold Cup. En Gold Cup, daar komen de beste referees van de regio. En toen heb ik me kunnen werpen in de schijnwerpers. En ja, ik werd geselecteerd voor een jeugd-WK U17 in Brazilië en had ik het ook goed gedaan. En toen ja, heeft men gezegd, oké, je komt op de shortlist. Het kan zijn dat je naar Qatar gaat. We zullen je blijven volgen deze 3 jaren. Dus het waren 3 cruciale jaren voor mij. Vanuit speelde ik voetbal. Ik heb ook gespeeld bij de jeugd van Transvaal. En ja, ik kreeg een dagje rode kaart. Het was een lidbandenwedstrijd. En toen kreeg ik, ja, ik kende bepaalde spelregels. En de fort official zei, hij keek naar me toe en zei, hey, jongeman, je kent de regels. Ik zou je adviseren om je aan te sluiten, om mee te doen. En zo ben ik een cursus gaan volgen, referee cursus 2013. En hetzelfde jaar 2013 kon ik afreizen naar Cayman Island. En 2014 werd ik FIFA referee, ja. Ja, nou, de eisen zijn tot nu toe zeer zwaar. Ja, ik heb vaker contact met mijn fitnessinstructeur. Er is eentje hier van de FIFA en ook eentje die in het buitenland vertoeft. Hij is dan verantwoordelijk voor de jongens vanuit het Caribisch gebied. En hij heeft dagelijks contact met me en soms als ik niet train. Ja, ik had COVID in april en hij zag op mijn horloge mijn programma. Hey, je hebt 7 dagen niet getraind. Wat is gebeurd? Maar ik was vergeten om op te zeggen COVID. Hij was echt, nou maak je grappen. Dus je wordt gewoon gevolgd. Je hebt bijna geen kans om te spieken in Abbasan, dat die begrijp je. Soms train je 2 keer per dag, maar ja, soms kan je ook zo'n solliciteitak boy. Als maar jij van jou, hey, jongen, mekkie, roodje, jongen, mekkie. Wat ga je doen? Ga je het eten of ga je het niet eten? Is dat toch? Dus zijn offers, je moet offers brengen. Het hangt ervan af. In de week heb ik sowieso 3 tot 4 zware trainingen. Soms train ik 5 tot 6 keer per week. Hangt ervan af. Als ik een wedstrijd heb, dan train ik wel minder. Dus het kan zijn, ja, het is gevarieerd. Krachttraining, je hebt looptrainingen. Van alles en nog wat. Maar algemeen was ik op UGI. Ik wil gewoon zeggen, hey, geloof in jezelf. Probeer jezelf zo ver mogelijk te ontwikkelen. Blijf op school, begrijp je. Zo is de meetaks coronalasting. Maar dat is niet waar. Want als ik niet naar school was geweest, had ik mezelf niet kunnen ontwikkelen. Zou ik ook niet kunnen praten met mensen van het buitenland. En het is zeer belangrijk om tenminste een basis te hebben. Mijn taki heeft een masterdiploma. Maar ja, tenminste een middelbaar, begrijp je. En probeer ver af te blijven van de criminaliteit. Want als aan dat naar zo'n Mariola zitten. Het sociaal vangnet is een tijdelijke maatregel om koopkrachtvermindering tegen te gaan. Deze maatregel is tevens bedoeld om zwakkere huishoudens en personen door een moeilijke economische periode te loodsen. Zo sprak minister Armand Achai-Bersing op donderdag 19 mei in het parlement. Volgens de minister is de lastenverzwaring het gevolg van het te lang hebben uitgesteld van belangrijke economische besluiten. Voorzitter, als het gaat om het sociaal vangnet. Armoede kan nooit een permanente situatie zijn, voorzitter. Het sociaal vangnet is daarom
een tijdelijk vangnet om koopkrachtvermindering tegen te gaan en zwakkere huishoudens en personen door een moeilijke economische periode te loodsen. Het gaat om specifieke groepen, namelijk de baby's en kinderen, scholieren, studenten, werklozen vanwege COVID, senioren burgers, mensen met een beperking en arme huishoudens. Voorzitter, daarnaast is de koopkrachtversterking aan ambtenaren verwerkt in hun loonreeks. Er zijn vragen die betrekking hebben op lastenverzwaring van de samenleving. Ook die zijn al beantwoord, voorzitter. Ik moet erop wijzen dat lastenverzwaring het gevolg is van het te lang hebben uitgesteld van belangrijke economische besluiten. De effecten van de getroffen maatregelen, voorzitter, zie je samen terug in de inflatie. Het heeft dus geen zin om aan te geven dat maatregel 1 zorgt voor een inflatie van 2% of maatregel 2 voor 4%, terwijl maatregel 3 misschien een negatieve inflatie heeft van 1%. Het resultaat van alles, positief en negatief, komt samen in de inflatie, voorzitter. En dat geldt ook voor het effect op tariefsaanpassingen. Voorzitter, maar we moeten wel rekening houden met het feit dat wij te maken hebben met importinflatie. En dan met name als gevolg van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, waarbij transportkosten en olieprijzen zijn verhoogd. Het beleid is om de effecten van deze importinflatie voor de burgers zoveel als mogelijk te minimaliseren. En dit doen we, voorzitter, door onder andere subsidies op brandstof en energie. Maar wel binnen de financiële mogelijkheden die er zijn. Voorzitter, dan met betrekking tot de parastatalen kan ik u het volgende mededelen. Eind januari 2022 is het ministerie van Financiën en Planning gestart om jaarrekeningen van parastatalen over de periode 2015 tot en met 2021 digitaal op de website te plaatsen. Er is een enorme inhaalslag die gepleegd moet worden, waarbij het opstellen en publiceren van financiële verslagen van de diverse parastatalen een uitdaging vormt. Voorzitter, we zijn nu bezig CRAT institutioneel te versterken om als vehikel te functioneren bij het inlopen van de achterstand van jaarrekeningen. Ministeries zullen een aanspreekpunt moeten hebben die verantwoordelijk is voor de monitoring en aansturing van de staatsbedrijven, dan wel parastatalen. Suriname is begin juli gastheer van de 43ste vergadering van CARICOM staatshoofden en regeringsleiders. De activiteiten zullen zich voornamelijk concentreren in de hoofdstad Paramaribo. Voor het districtscommissariaat Paramaribo Noordoost is er dus ook een rol weggelegd wanneer het gaat om de voorbereidingen naar deze periode toe. Districtscommissaris Ricardo Bolla gaat in gesprek met de communicatiedienst Suriname in op de betrokkenheid van zijn commissariaat. Ik mag u vertellen dat de voorbereidingen volle gang zijn. Wij zorgen natuurlijk ook voor de openbare orde en rust en veiligheid natuurlijk. En wij zijn met de Korps Politie Suriname in conclave. Niet ik alleen, maar ook de deken en overige districtscommissarissen die eigenlijk in het totaal plaatje betrokken zijn. De districtscommissaris van Rajab van Kommerwijn is daarbij betrokken. De heer Mendeszoon van Brokkepondo. De deken van Wanica die is ook erbij. En natuurlijk mijn collega Javinde. Wij zijn eigenlijk de meest belangrijke DC's als het gaat om het plannen, meehelpen organiseren in verband met de staatshoofdenvergadering van CARICOM. Zijn er al vergaderingen geweest wat dat betreft? Klopt, we zijn gisteren al bij elkaar geweest. Dat was bij de heer Chakot op kantoor hier aan de Keizerstraat. En er zijn een aantal dingen met ons afgestemd. En wij proberen dat op ons eigen niveau, op regionaal niveau, daar invulling aan te geven. We zien natuurlijk een aantal activiteiten plaatsvinden. We zien bijvoorbeeld hier dat rondom het Rietbergplein wordt onderhouden. Dat zijn natuurlijk reguliere werkzaamheden. Maar staan er ook andere grootse werkzaamheden op het schema? Nou, kijk, sowieso als je je gebied beheert,
moet je ervoor zorgen dat er voorzieningen worden getroffen om dit gebied aantrekkelijker te maken. En ik ben begonnen deze week samen met Openbaar Groen om het te helpen om in ieder geval hier de omgeving van de Rietbergplein, om dat weer opnieuw aan te planten. U ziet het achter mij, u ziet het ook voor mij. Waarom doe ik dat? Heel simpel. Ik wil natuurlijk de hotspot hier. We zijn het uitgangsgebied. Maar hier hebben we natuurlijk ook de verschillende hotels, accommodaties waar de staatshoofden gaan logeren. We hebben Torarica, we hebben Ramada, we hebben op steenworp afstand Marriott. En als de mensen hier langs rijden, is dit vooral belangrijk als visitekaartje. De staatshouder moeten een goede indruk krijgen van Suriname in ontwikkeling. En daarmee help ik een handje mee. Ik zorg ervoor dat het er beter uit gaat zien. Natuurlijk zorgen we er ook voor dat het schoon is en schoon blijft, schoon wordt gehouden. We zorgen ervoor dat de wegdek, waar er nog wat oneffenheden zijn, zoals we weten, hè, proberen we dat in ieder geval met wat labwerk in orde te maken, zodat het verkeer heel vlot over de wegdek kan rijden. We proberen een stukje veiligheid ook terug te brengen in het gebied. We zijn bezig af te stemmen met een securitybedrijf. Dus ook veiligheid probeer ik zo goed als mogelijk te organiseren. En onderhoud natuurlijk. Dus kortom, er zijn een heleboel actieplannen die ik uitvoer nu. Met één doel, er is maar één agenda. En dat is Suriname op de kaart zetten. En zeker als we straks hebben, niet alleen de CARICOM-meeting natuurlijk. Een heel groot moment voor Suriname. Maar we hebben hier straks ook de mensen uit Nederland op bezoek. U weet, we krijgen de burgemeesters van Amsterdam, van Den Haag hier op bezoek. En de mensen komen hier. De relatie tussen Nederland en Suriname is nu hersteld, verbeterd. Dus wij willen ze ook laten zien dat we bezig zijn Suriname weer op te bouwen. Dus alles in kader daarvan. Voor de rest hebben we natuurlijk ook een grote olieconferentie van staatsolie hier in het Torarica. Dus kortom, er is zoveel dat in place moet zijn. En ik probeer samen met de overige actoren, Openbaar Groen, OW, Korps Politie Suriname, you name it, ook de bestuurdienst natuurlijk, niet te verwaarlozen, proberen wij gewoon een goede job te doen. De afgelopen periode hebben er ook grote activiteiten plaatsgevonden. We denken aan het bezoek van de Braziliaanse president Bolsonaro. Het commissariaat zal natuurlijk ervaring hebben opgedaan. Hoe gaat het commissariaat putten uit deze ervaring? Kijk, sowieso is altijd lesson learned. Welke bezoek je ook krijgt, er zijn altijd schoonheidsfoutjes. En die proberen we binnenkamers te bespreken. En zo goed mogelijk te anticiperen dat we dergelijke zaken niet meer laten herhalen. Dus we zijn altijd in overleg. Ik moet zeggen, we hebben hele goede werkrelaties ook met de overige ministeries. En dat is toch wel prettig. Als je dat samen in collectief verband mag doen en dat je daar ook een onderdeel van mag zijn. DC, hoe is de relatie tussen het commissariaat en de ondernemers, de horeca, hotelwezen in de omgeving van u in Paramaribo Noordoost? Ik mag zeggen goed, er zijn meerdere overlegmomenten. Met de heer Roemer heb ik zeer frequent ook contact. We hebben ook een appgroep, ontwikkeling binnenstad Paramaribo. Dus zo proberen we ook met de ondernemers in de directe omgeving ook te luisteren, te kijken ook naar hun inbreng. Ze bieden ook een helpende hand, mag ik heel gerust zeggen. Ik ben ook bezig om te kijken of we niet hier extra vuilnistonnen kunnen plaatsen. Ik heb een 33 in aantal die ik komende week ga plaatsen hier in de directe omgeving. Ik kijk ook, wat ik al eerder zei, een stukje veiligheid. Met Brotherhood ben ik bezig. Er zijn een aantal locaties, Wakapassi, maar ook hier in de Sommelsdijkstraat. En zo probeer ik zo goed als mogelijk daar invulling aan te geven. Kortom, die ondernemers die staan niet langer aan de kant. Ook zij willen meedoen, meehelpen. En ik mag blij zijn dat we die helpende hand krijgen. En ik maak er gretig gebruik van, mag ik u eerlijk zeggen. Kijkers, dit was Focus voor vandaag. Ik bedank u voor uw aandacht. Goedenavond.